Ja, je hebt bijverdiensten en je hebt leuke bijverdiensten. Maar of dit nu zo leuk is, leuke bijverdiensten. In de morgenuren, drager van doodskist. Mocht het hoofdje van uw kindje u toch niet helemaal bevallen, dan is hier de oplossing. Autostoeltje met hoofdverkleiner. 2 dagen waren ze gesloten. En wat gingen zij doen? In verband met ons huwelijk zijn wij gesloten. De kaaswip. Mogen wij 2 dames uit Beverwijk, Mirjam en Suzanne van Kampen, hartelijk dank zeggen. Dankzij deze vrouwen houden wij het droog. Stop met zeiken over mannen. Goed, nou, dames en heren, dit wordt het snelste nummer uit de Ook Dat Nog! Historie. Daar gaat-ie. Een actievorm die steeds populairder wordt in de detailhandel is pijlsnel gratis tickets sparen. Onlangs organiseerde een grote landelijke winkelketen ook zo'n snelle actie, een snelspaaractie. De winkelketen in kwestie heeft overigens niet zo'n snelle naam. Blokker. Spaar zo snel mogelijk onze snelspaarartikeldienst Snel 2 gratis vliegtickets. Gratis en snel naar de Canarische eilanden, Portugal, Spanje, Griekenland of Turkije. Spaar snel mee, want de motoren van uw vliegtuig draaien al. Dat snelle sparen kwam er uiteraard op neer dat je eerst heel snel veel geld uit moest geven. Maar goed, dat weet je van tevoren. Niets voor niets, nietwaar? Zegt Geert Jansen uit Den Haag, die snel meespaarde. Ik zal even snel uitleggen hoe het werkte. Ik moest snel een heleboel spullen kopen bij Blokker. Voor elk tientje dat je besteedde kreeg je dan 1 snelspaarducaat. Daar moest je er zo snel mogelijk 20 van sparen. Vervolgens kon je met die snelspaarducaten weer artikelen kopen uit de snelspaarcatalogus. En als je dat deed, kreeg je snel een stempeltje op je snelspaarkaart. En bij 20 snelspaarstempeltjes op je snelspaarstempelkaart kreeg je dan eindelijk 2 snelle vliegtickets thuisgestuurd. En heel snel stuurde Greet Jansen haar snelspaarstempelkaart op naar Blokker. En ja hoor... geen vliegtickets. Maar ze kreeg wel heel snel en vlot een briefje van Blokker. Wij moeten u helaas mededelen dat de vliegtickets op zijn. Wij bieden onze excuses aan en wij wensen u veel plezier met uw snelspaarartikelen. De tickets zijn op? Man, ik heb ze zo snel gespaard dat de snelspaarkramp spontaan in mijn nek is geschoten. Je wacht even, hou even, maar de vliegtickets zijn helemaal op. Weg, gevlogen als het ware. Het is ook allemaal zo snel gegaan, hè? Het is nu half oktober en de snelspaaractie loopt tot 14 november. Hoe kunnen die tickets nou al op zijn? Omdat heel veel mensen, mevrouwtje, heel erg snel onze snelspaarducaten hebben gespaard. En ze daar heel snel 20 stempeltjes voor hebben gekregen op de snelspaarkaart. Die ze heel snel naar Blokker hebben gestuurd. Of heeft u gewoon veel te weinig vliegtickets beschikbaar gesteld? In onze spaarfolder stond in duidelijke letters: op is op, alle 10.000 tickets op. Heeft Blokker andere snelspaarders trouwens wel blij kunnen maken met 2 gratis vliegtickets? Jazeker. Zegt mevrouw Pet uit Leiden. Maar erg blij ben ik er niet van geworden. U bent niet blij met uw 2 gratis vliegtickets? Leg eens uit. Die 2 tickets kreeg je inderdaad gratis, maar je moest nog wel zelf je appartement boeken en betalen. Bij een reisbureau Check-in International. Stond ook in de actievoorwaarden, dus dat wist ik van tevoren. En? Nou ja, ik snel boeken natuurlijk. 2 weken voor 2 personen in het Palm Beach appartement in Torremolinos. Torremolinos? Nou ja, als je maar gezond bent, hè? Gezond, ja. En gezond duur ook. En let op, met die gratis tickets kwamen we alsnog uit op een totaalbedrag van 1068 gulden. Nou, een pittig bedrag, ik kan het niet anders zeggen. Nou, en helemaal als je nog even snel in de gids van bijvoorbeeld Holland International kijkt. Want wat zag u daar? Dat 2 weken in het Palm Beach appartement in Torremolinos voor 2 personen bij Holland International 1133 gulden kost, inclusief 2 vliegtickets. Dus als ik even snel reken, dan ben ik na dat hele Blokker snelspaarverhaal 65 gulden goedkoper uit, terwijl mijn tickets gratis waren. 65 gulden voordeel, dat is nogal mager, hè? Nogal mager, ja. Als je bedenkt dat ik mijn portemonnee bij kans heb leeggestort en me helemaal groen en geel heb gespaard bij Blokker, dat ze wat mij betreft voortaan beter Lokker kunnen noemen. Wij gaan snel terug naar meneer Zoet, de woordvoerder van Blokker. Meneer Zoet, doe me een lol. U bent tot dusver heel snel geweest met uw reactie, hoor. Nou ja, onze welgemeende... U zal aanbieden dan, hè? Pardon? Onze welgemeende... Ze doen, hè? Nou, meneer Zoet, u bent nu net iets te snel, hoor. Nou ja, ik bedoel onze welgemeende. Ze zullen het even aan doen dan, hè? Hé, wacht even. We doen nu even snel in slow motion. Onze welgemeende excuses, we zullen het nooit meer doen. Nou, tot zover deze uitzending. Ons makkelijke postbusnummer blijft 23456 in Hilversum. We eindigen nostalgisch met een Ook Dat Nog! Lied uit de oude doos. Een skilied gezongen door Erik van Muiswinkel. En onze warme dank deze week gaat uiteraard uit naar onze gastpresentator Koos Postema. Dat wordt weer een fijn weekje vallen. Jodelo, jodelo, haha. Dat wordt weer een fijn weekje vallen. En als u weinig skiheil ziet in dagelijks Alpenreus, ook elders in Europa biedt de winter volop keus. De Dolomieten zeer in trek, de Pyreneeën ook niet gek. Het Schwarzwald of het Wienerwald, of waar maar wat te breken valt. Jodelo, hihi, jodelo, haha, dat wordt weer een fijn weekje vallen. Jodelo, hihi, jodelo, haha, dat worden weer twee blauwe ballen. Die is goed.